Hey, goedemorgen ben jij. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Nederland. Hoor je mij? Ja, hartstikke. Hallo. Oh, maar daar heb ik geen problemen mee hoor. Af en toe kan de verbinding. Ja, af en toe kan de verbinding een beetje haperen, maar we komen er wel uit hoor, Bea. Ik kwam jouw LinkedIn-profiel kwam ik tegen, want wij zijn met elkaar sinds kort geconnect. En ik zie wat jij doet en ook je posts en hoe actief jij bezig bent, wat jij daar allemaal schrijft in jouw informatiepagina. En mag ik uitleggen waarom ik de moeite heb genomen om met jou in contact te komen, Bea? Bea, mijn bedrijf, Winstgarantie, is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers op no-Q, no-pay basis. En mijn vraag aan jou is: als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe cliënten en opdrachten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Kijk, ik had niks anders verwacht, want gezien jouw profiel zie ik dat Bea open-minded is. Wat ik met jou wil doen, Bea, want jouw tijd is kostbaar, de mijne ook, en ik hou van simplicity. Om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aankomt voor maar 3% van je omzet. En dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. En mijn vraag is, Bea, wanneer kan ik jou volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Zie jij deze week nog een gaatje? Begrijp ik. Daar heb ik een oplossing voor. Dat mag ook. Ik ben de man van de oplossingen, daar hou ik van. Wat ik ga doen, ik ga jou sowieso aanvullende informatie sturen voor 8 uur vanavond. Ja? Dan kun jij mij WhatsAppen. Of eventueel inmailen via LinkedIn wanneer jij beschikbaar bent van de week voor het weekend, na het weekend. Plannen wij 15 minuten een telefonische afspraak. Jij achter jouw computer, ik achter de mijne. Neem ik jou bij de hand, laat ik jou zien hoe we meer verkoop, meer omzet en meer winst kunnen creëren met minder kosten. Want dat zal de waarde zijn van ons telefoongesprek. En vanuit daar gaan wij gewoon kijken. Bea, hebben wij een match om win-win-win in de markt te creëren? Want ik zie mogelijkheden, maar nu jij nog. Zullen we dat afspreken? Super, met de datums en de tijd. Hey, hartstikke leuk je gesproken te hebben. En ik kijk er naar uit om je beter te leren kennen. Bea, bedankt alvast voor je vertrouwen en je tijd. En we spreken elkaar weer snel. Fijne dag, hè? Groetjes, oi oi.